Dit programma is mede mogelijk gemaakt door Villa Ruimzicht, HIM Plus Events, Landwinkel Lumus en Bert en Lianne Lensink. De herfst is in aantocht. Hoog tijd voor Pruttelen met Pompoenen, de meest luchtige kookshow uit de regio. Kok Joey laat zien hoe u de heerlijkste gerechten kunt maken met pompoenen. Hoi, ik ben Joey en we gaan vandaag lekker pruttelen met pompoenen. Wat heb je op het menu staan voor ons vandaag? Ik heb vandaag een curry met pompoen. Curry? Curry met pompoen? Ja. Dat klinkt mij heel bijzonder in de oren. Het is ook bijzonder. Waar komt de curry eigenlijk vandaan? Curry wordt vooral gebruikt in Aziatische gerechten. En nu hebben we curry met pompoen? Inderdaad, een Hollands gekweekte pompoen met een Aziatische curry. Ik laat me weer verrassen. Ik denk dat het wel goed komt. Oké. Okay. Voor de curry hebben we nodig natuurlijk een pompoen. Ik had hier al kokosmelk klaargezet. Een snufje kaneelpoeder. Curry. Een groentebouillon blokkie. En wat zonnebloemolie. Twee shallotjes. Een teentje knoflook. En een paar tomaatjes. De geroosterde pompoen, die gaan we even schillen. Voor de curry hebben we kleine stukjes pompoen nodig. Heel even mijn mes kwijt. Dan snijden we hem dus ook voor de helft, door de helft eerst. Rondom steken. Dan wippen we zo de pitten eruit. Snijden we de helft door de helft, zodat we zo meteen mooie kleine stukjes kunnen snijden. De pompoenen nog vrij hard, dus kijk alsjeblieft goed uit met de vingers. Snijd de pompoenen in kleine stukjes. Steken we het vuur aan onder de pan. Dan gaat de zonnebloemolie in de pan. Ik gebruik altijd voor mediterraanse gerechten gebruik ik altijd olijfolie. Dat geeft de mediterraanse smaak. En voor Oosterse gerechten of Aziatische gerechten gebruik ik altijd zonnebloemolie. Dat geeft wat minder smaak af en dat is wat lekkerder voor het product. Dan gaat de pompoen in de pan. Omdat de pompoen een hardere groente is, gaat die eerder dan de rest, zodat hij even wat voor kan garen. Dan rollen we het even mooi om. Ik heb het vuur niet te hoog staan. Want met een stoofpot is het natuurlijk belangrijk dat het wat langzaam gaat. En dat ze een mooie smaak af kan geven in een wat langere tijd. Dan gaan we nu de shallotten snijden. Snijd de shallot door de helft. En daarna in 3-4 stukken. Kijk een beetje hoe het is. En dan in wat grovere blokken. Dan een knoflookteentje. Even pletten is altijd wel makkelijk. Dat scheelt een hoop schoonmaakwerk. Die snijden we wel gewoon helemaal fijn. Dan voor de makkelijk, pak even een groentebouillonblokje. Die strooien we hier over uit. Een goede eetlepel curry erbij in. Gele curry. En een snufje kaneelpoeder. En als het er dan mee in zit, dan roeren we hem mooi om. Dan wordt hij wat droger. Dan zult u zich wel afvragen, kaneel en de curry. Ik heb de kaneel erbij ingedaan om net eventjes een andere tint aan het gerecht te geven, aan de curry. En dat komt voor mij altijd tot zijn goede. Pak nog even een limoentje. Voor de frisheid even wat limoenschil, limoenrasp er doorheen. Geef net weer eventjes een andere tint, net als die kaneel. Zo is die combinatie hartstikke lekker. Dan blussen we de
pompoenen, ui, knoflook af met kokosmelk. Die geuren die dan vrijkomen, dat is echt heerlijk. Voor je. Oh, heerlijk. Maar ik heb ook nog een vraagje. Oh. Laatst heb ik een beetje in de keuken, nou ja, gaan pruttelen, maar niet met pompoenen. Oh. Ik wilde een currytje maken, maar hij bleef een beetje dun. Ja. Wat heb ik verkeerd gedaan? Nou, je hebt dan niet zozeer iets verkeerd gedaan, maar het kan zijn dat de curry wat dunner blijft. Ja. En dan zal ik je even een foefje van de meester laten zien. Oh. Ik ga het er even bij pakken. Oké. Okay. Als een curry wat dun blijft, of een pasta saus wat dun blijft, of noem maar op. Alles wat met saus te maken heeft. Pak een klein beetje bloem. Doe het in een bakje. Dat is echt niet veel, hè? Nee, gewoon echt een. Voor zo'n hoeveelheid is het een eetlepel is genoeg. Okay. Doe een klein beetje water tegenaan. Dan roer je daar even met een lepel doorheen. Mm-hmm. En dan zie je al dat het nou een beetje dikker wordt, of een stukje dikker het water. Ja. En dan giet je dat heel langzaam. Bij de curry. En doordat de bloem met water dan gaar wordt of warm wordt, ja, dan gaat die binden. En je ziet dat die al dikker wordt. Neem even een slokje wijn. Heerlijk. Ja, het smaakt goed, hè? Ja. Dan maken we even de curry af. Kunnen we even blijven staan trouwens. Okay. Ik snij nog eventjes twee tomaatjes erdoorheen. Snij ik tomaatjes in kwarten en dan gaat het vruchtvlees eruit. Waarom doe je dat? Omdat er anders veel te veel vocht nog weer bij komt. We hebben hem net dik genoeg gemaakt. Ja. Ik doe de tomaat als laatste doorheen. Dan blijft het nog mooi een beetje knapperig. Nog een beetje bijten in de tomaat. Raakt al goed, hè? Raakt heel goed. Zeker. De tomaten bij je. Je ziet dat het weer een mooie kleur brengt aan de curry. Een klein beetje tomaat erin zit. Zou ook eventueel een paprikaatje doorheen kunnen. Een paar bosuitjes er doorheen. Ik ga wel eens even een bord pakken. Ja. Gaan we het opdienen. Wauw, het ziet er wel mooi uit. Ja, oh. En die geur van die kokos en die pompoen, alles door elkaar. Die kokos, die ruik je ook goed, hè? Dat is lekker, hè? Zo. Het ziet er allemaal perfect uit en ik ben weer heel benieuwd hoe het smaakt. Dan gaan we lekker proeven. Ja. Even een lepeltje pakken. Mmm. Lekker? Weer heel erg lekker, ja. Ja, die kokos en die pompoen, dat doet elkaar goed. Ik krijg er een heerlijke smaak van. Ja, echt. Als je nog geen zin hebt om te koken, gaat het nog lekker aan het eten. Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Villa Ruimzicht, HIM Plus Events, Landwinkel Lumus en Bert en Lianne Lensink.